Ja, een speciaal iemand die, die hoort dat... ja, die hoort dat er geen gast in de studio is. Die denkt van, ja, ik ga toch even langs. En ja, u ziet hem nog niet in beeld, maar ik ga hem even de microfoon openzetten. Even kijken wat ik hebben moet. Deze, denk ik. Ja. Ja, ja. Goedenavond. Ja. Goedenavond. Stel je even kort voor. Ja, ik ben James Jellock, ik ben de muralist, ik maak muurschilderingen en zorg ervoor dat het een stukje mooier wordt in je buurt. Ja, James Jellock. Ja, die naam die mag je wel even apart uitspreken, hè, jongen. Want ja, jaren geleden was je ooit bij mij in de uitzending. Toen had je nog wat meer haren. Ja, klopt, af en toe moet er wat vanaf. Je hebt natuurlijk je haren misschien wel verloren, maar de streken op het... ja, het aparte werk wat je doet, heb je natuurlijk never nooit verloren, hè? Die streken. Nee, zeker niet. Dat gaat gewoon door. Er is altijd een plek die nog gekleurd kan worden. Ja, ik duik even met hem terug in de historie, want hoe is hij begonnen? Vertel even in het kort hoe jouw, laten we maar zeggen, graffiti, want dat doe je in feite, hè? Ja. Hoe dat begonnen is? Ik denk dat zoals iedereen in deze scene, dat er ooit eens een klein jongetje was die gefascineerd was door de eerste graffiti tekeningen in Nederland en daarbuiten ook. En die zaten je dan als jochie en als naast tiener aan om dat ook te gaan doen. Uh-huh. En kleine dingen worden groot, dus tekeningen bij vriendjes op kamers worden op een gegeven moment grote muurschilderingen en voor je het weet is het je beroep. Ja, grote muurschilderingen. Ik zou wel eens willen weten hoeveel spuitbussen zou jij al verspoten hebben in al die jaren? Ik gok tienduizenden. Tienduizenden? Ja, dat gok ik wel, ja. Want ik denk dat er ieder jaar wel duizend doorheen gaan als het niet meer is. En het beroep is sowieso al sinds 2008 mijn beroep. Dus ik denk dat die 10.000 wel al gehaald is. Jongen, sinds 2008. Hoe kwam jij erbij om daar uiteindelijk je beroep van te maken? Ik had een burn-out die ik vanuit een opleiding in de muziekindustrie had opgelopen. Dus dat was een beroepsopleiding om beroepsmuzikant te worden. En dat was blijkbaar toch niet de goede keuze. En toen dacht ik, ik ga beter dat doen wat ik altijd goed kan. Tekenen en schilderen. En dat is echt gewoon zo gemaakt, die stap. Gewoon vanuit dat moment bedacht van, ik ga dit nou doen en dit wordt mijn beroep. En ik zal er alles in steken om te zorgen dat het goed gaat lopen. Vanuit een burn-out, zeg jij, ga jij een eigen zaak beginnen. Ja. Ja, kijk, als je een burn-out hebt, dan zit je natuurlijk al helemaal aan de grond. Dus jij dacht van, verder aan de grond kan ik niet meer komen. Ja, maar zo is het wel. Eigenlijk, dat is het begin van mijn ondernemerschap geweest. Maar wat ik vooraf heb geleerd van een ondernemerdocent is dat je het beste in tijden van crisis met iets nieuws kan beginnen. Kijk eens, luisteraars, let op wat James Jetlag hier vertelt. Ik wil dat je die one-liner nog één keer zegt, kerel. Zeg, ja, komt-ie. Dat is echt belangrijk. Knop hem in je oren. Je kan het beste in tijden van crisis met iets nieuws beginnen. Aha. Dan is alles op zo'n stadium uitgekomen dat het meestal niet erger kan. Alles kan alleen maar groeien. Je begint opnieuw, regels worden opnieuw geschreven. Maatschappelijke zaken ontwikkelen zich opnieuw. En dan kun je gewoon helemaal op inspringen. Maatschappelijke zaken... Jongen. Ik had nooit gedacht dat jij inmiddels zo verstandig kan praten, kerel. Ongelooflijk. Ik praat met bestuurders, dan krijg je dat. Oh ja. Want dat is natuurlijk wel belangrijk... Hoe haal jij die projecten binnen? Ik denk dat 90% mijn kant op komt. En 10% daar wordt bedacht en zeg maar gehengeld om ze binnen te halen. Soort inschrijven? Ja, dat inderdaad. Van kansen zien en daarmee proberen bijvoorbeeld een bestuur van een stad of zelfs provinciaal niveau dingen te motiveren. Zeggen van, hey, dit is iets waar je wat moois mee kan doen. Omgekeerd komen al die mensen dus al bij mij of collega's terecht, omdat ze zien dat we mooie zaken maken waar mensen blij van worden. Het is tenslotte een beroep
dat bedoeld is om de leefomgeving mooier te maken. Om te zeggen van, hey, we laten onze stempel hier achter als kunstenaar. En mensen die daar wonen, die vinden dat prachtig. Ja, want als je teruggaat in de geschiedenis, hè, ik kan me nog herinneren bij de Action op Heerlebaan. Hè, daar heb ik jou ooit de allereerste keer ontmoet. En als je zag de voortgang van het geheel, en als je uiteindelijk zag wat het resultaat was, dan zag je van, ja, dit is fantastisch. Ja, en dat is mooier dan een witte afbrokkelende muur, wat het uiteindelijk was, hè? Ja, eigenlijk is het toch opmerkelijk dan nog dat er op zoveel plekken helemaal niet voor kleur wordt gekozen, maar dat alles nog steeds grijs of wit wordt gerold, hè? Zou toch niet om de tijd liggen, hè? Beetje sombere tijd. Nou, ik denk dat het vooral een beetje aan de sombere geest van sommige mensen ligt. Die moeten een beetje wat mooie dingen zien en dan raken ze wel gemotiveerd. Je krijgt trouwens de groetjes van Theo Samson, hè, die ken je uiteraard wel. Theo, ook een fervente fan van mijn programma natuurlijk. James, jij zei net, terwijl ik toevallig even naar buiten liep om een luchtje te scheppen rond 8:30. Je was in de buurt, hè, een paar kilometer hier vandaan. En je hoorde mij zeggen van, drie gasten benaderd en niemand hier. En hij komt gewoon lekker spontaan naar de studio. En ik stond toevallig bij, ik denk, wie staat hier nou voor de deur? Ja, mooi. En ja, meid, jij mag iets langer opblijven natuurlijk nou, hè. Want om 9:00 gaat papa naar huis. Om jou natuurlijk weer het bedje in te bezorgen. Ja. James, grote werken van jou. Voor die kijker en luisteraar die jou nog niet kent. Schets even een beeld voor die mensen. Bedoel je dat je een beeld wil hebben van hoe groot ze wel eens zijn? Of ja, ook dat. En wat het meest recente is bijvoorbeeld, wat je gemaakt hebt? Het meest recente is een flink eind uit de buurt. Dat is het interieur van een nieuw restaurant in Ede. En dan heb je het over een voor mij kleine gevel of kleine wand van 17 meter lengte en 3 meter hoogte. Pardon? Ja. 17 meter lengte. En 3 meter hoogte. 3 meter hoogte. Spuit je dat dan gewoon, laten we maar in de rode kleuren blijven, zwart-geel of zo? Of, nee, het is in dit geval een hooggedetailleerd landschap met allerlei taferelen uit de wereld van verschillende continenten. En dat is dus het thema van het restaurant. 7 continenten, 7 wereldwonderen op die manier. En zit dat nou gewoon in je hoofd of hoe moet ik me dat voorstellen? Of ga je daar van tevoren toch met een soort schets aan de slag? Ja, in dit geval wel. Het staat nooit meteen klaar in mijn hoofd. Maar zodra ik met mensen begin te praten over een locatie, begint er van alles te borrelen op de achtergrond. Ideeën komen voorbij en die vormen zich al vrij snel. En het ligt er een beetje aan hoeveel sturing er is vanuit de opdrachtgever. Mm-hmm. Hoe zich dat ontwikkelt. Kijk, als iemand veel ideeën zelf heeft, voor veel input zorgt, wordt dat bijgestuurd. Maar als iemand gewoon zegt van, nou, dit is de ruimte, ik wil graag dat jij maakt wat je hier mooi vindt, dan moet ik dat proces zelf helemaal doorlopen en krijg je een ander resultaat dan wanneer er bijvoorbeeld een hele lijst met woorden en aanreikingen komt. En jij weet natuurlijk, als je het hebt over 17 meter lang, 3 meter hoog, dan moet ik zoveel spuitbussenverf bij me hebben. Ja, ik neem altijd 10 keer zoveel mee als ik gebruik. Het is serieus, ja. En je hebt geen leveringsproblemen in de coronatijd gehad? Nee, helemaal niks. Deze branche is de enige in de cultuursector die niet op zijn gat ligt. Nee, dat heb ik inderdaad ook voorbij zien komen. Ook in Heerlen en op andere plaatsen en ook in het land. Dat precies in die tijd gaat het jullie voor de wind, hè? Ja, klopt. Het is echt een fantastisch jaar. Dat is heel bijna... Ja, absurd om te zeggen vanwege alle omstandigheden waar we ons allemaal aan moeten houden. Mm-hmm. Maar... maar je werkt hoofdzakelijk alleen of maximaal met 2 mannen? Ja, nou, meestal in ons eentje. En als... ik praat even dan een meervoud met als ik het over collega's heb. Mm-hmm. We staan over het algemeen alleen op een klus. Als we projecten doen die groter zijn, dan zijn het altijd dezelfde 2, 3, 4, 5 collega's uit het hele land waar we dat mee doen. Ah, ja. En wij staan altijd helemaal ingepakt. Ook zonder corona, met filtermaskers op en kleren en zo. Die ons beschermen tegen de stoffen die ronddwalen. Mm-hmm. Met andere woorden, ik ben wel gewend om de hele dag met een masker op mijn gezicht te lopen. Dus mij hoor je nergens over zeuren. Ja, dit vind ik nou ook weer zo fantastisch. Hè? Je kunt je niet voorstellen. Hij staat de hele dag met een mondmasker op. Ja, 8 uur lang. Ter bescherming natuurlijk. Om die mogelijk schadelijke stoffen niet in te ademen.
Ja, en wij lopen al te klagen als we 20 minuten in de supermarkt zijn geweest. Hè? Ja, precies. Dus het staat eigenlijk in geen verhouding. En laat ik je eerlijk zeggen, ik ben kerngezond. Ik ben nooit ziek. Ondanks dat ik de hele dag zo'n masker ophoud. Dus het hele argument van ja, dat het niet goed voor je gezondheid is om de hele dag met een masker op rond te lopen, nou, dat kan ik verwerpen. Kijk eens. Hier zit het lijfelijke bewijs dat met die mondkapjes allemaal flauwekul is. Want hij werkt al vanaf 2012 met een mondkapje. Ja. Dus hij zegt van allemaal flauwekul. Ja, maar leuk is het niet. Dat moet ik wel zeggen. Nee. Als het niet zou moeten, zou ik het ook afzetten. Laat ik daar wel ook eerlijk over zijn. Het is niet dat ik met plezier zeg van nou, laat ik eens even lekker 8 uur lang zo'n ding op mijn neus plakken. Want het voelt toch niet fijn aan. Nou, het was heel kort, het was niet gepland, het was onaangekondigd. Hij kwam zomaar binnenwaaien. Ik zeg, joh, kom even, dan geef ik je even een paar minuten zendtijd. We moeten helaas nu langzaam afsluiten, want we zitten nog ongeveer een minuutje voor de afsluiting van het eerste uur. Toekomst van jou, wat heb je voor grote werken op dit moment opstaan? Of zeg je van, ja joh, ik zit vol tot volgend jaar. Ja, nou, misschien even een tipje van de sluier. Doe dat, heb ik een primeur. Voordat het definitief is, er wordt ver onderhandeld over het beschilderen van de grote witte koepel in Kerkrade bij Museumplein. Oeh, ja. Dat is namelijk nou heel wit en ook veel mos en viezigheid. En daar zijn we in vergevorderd gesprek om daar wat moois van te maken. Dus wie weet. Wie weet. En u hebt hem nu gezien. Als het gaat gebeuren en hij zou de opdracht krijgen, James Jetlag is de naam. Dank voor je komst naar de studio en meid. Ja. En meid, voor zometeen lekker wel te rusten, hè? hoi, dit was James Jetlag. Heel snel, heel kort en we gaan nog wel een keer uitgebreid, hè, joh. Gaan we doen.